Dit is klein. Een mier. Ja, en zo'n mier moet natuurlijk oppassen voor wat groters. Kijk, een miereneter die is flink groter dan die mier natuurlijk. Maar op zijn beurt, de miereneter moet oppassen dat er niet op hem getrapt wordt door een nog groter iets. Ja, wat is eigenlijk groot, hè? Want dit, de blauwe vinvis, is nog weer groter. Grootste zoogdier hier op aarde. Nou, kortom, we hebben het over relativiteit. Nou, en met relativiteit denk je natuurlijk meteen aan meneer Einstein. Maar relativiteit is al veel ouder. Nou, Galilei was een van de natuurkundigen die er al over begon. En ook Christian Huygens. En wat denk je van Newton? En daar gaan we dus over hebben. Relativiteit zoals deze drie het zagen. Galilei, Huygens en Newton. Let op. Je zit in de trein. En het is een beetje rumoerig hoor. Maar je ziet. Ja, die beweegt nu, hè. Beweeg jij? Of beweegt de trein? Eventjes een beetje rustiger. Zo, hè. Dit is de trein. Hè? En achter de trein zit nog een trein. En ja, je zat in de trein. En bewoog die trein waar jij in zat nou naar links toe? Of is het zo dat jij bleef staan en de trein achter je ging naar rechts toe? Ja, het is ongelijk natuurlijk. Hoe bekijk je het? Beweging is relatief. Het is afhankelijk van, zit je in trein A of in trein B? Oftewel, beweeg jij of beweegt de ander? En dat is niet alleen bij treinen zo, maar kijk, als jij bij aarde staat, dan zie je de zon bewegen. Je merkt eigenlijk niet dat jij beweegt. Maar als je nou eens eventjes een uitstapje maakt, en je bekijkt het van een afstandje, dan zie je van, hey, de zon staat stil en de aarde draait. Kortom, ook hier, beweging is relatief. Ja, zit je op de aarde of zit je buiten de aarde? Het is afhankelijk van waar je staat. Oftewel, de waarnemplek, dat is belangrijk. En de waarnemplek is dus trein A of trein B of de aarde of het ruimteschip. Yep. En we noemen die plekken waar je zit referentiestelsels. Referentiestelsels, dat is dus waar ben je, waar refereer je aan. Referentiestelsels onthouden. We pakken de trein weer eventjes. De trein staat precies op plek 0. Ja, en de trein beweegt dit keer naar links toe met 20 meter per seconde. Althans, ja, wij nemen aan dat hij beweegt. Ja, naast de trein is een snelweg. En op de snelweg rijdt een motor. Ja, en die rijdt met een hoge snelheid. Die heeft namelijk een snelheid van 25 meter per seconde. Dit alles trouwens bekeken vanuit een waarnemer die stilstaat. Ja, dat is wel even belangrijk om eventjes erbij te zeggen. Wel nu, stel je nu voor, die waarnemer die gaat de trein en de motorrijder tegelijk in de gaten houden. Ja, dan krijg je dus dit. Ja, ze ziet dat de motorrijder iets sneller gaat dan de trein. Nou, een goede waarnemer die maakt natuurlijk een tabelletje en gaat eventjes tegelijk waarnemen en opschrijven. Nou, op tijdstip T is 0. Zijn ze natuurlijk beiden keurig op dezelfde plek, namelijk x is 0. En nu gaan we van start naar 1 seconde 25-20, 50-40. Nou, het gaat een beetje te snel, maar je ziet dus inderdaad dat het wel klopt. De motorrijder gaat iedere keer met stapjes van 25 omhoog. En die van de trein die gaat iedere keer met een stapje van 20 omhoog. Wat doe je met een tabel? Natuurlijk een xt-diagram van maken. Nu zullen we bij relativiteitstheorie, bij relativiteit, altijd zo'n diagram iets anders opzetten. Namelijk de tijd en de plaats wisselen van plek. De tijdsas is altijd verticaal en de plaats is horizontaal. We noemen dit dan ook geen xt-diagram meer, maar we noemen dit een ruimte-tijd-diagram. Nou, hoe ziet dat eruit? Laten we eerst eventjes een paar getalletjes bijzetten. Zo, nou, en eerst eventjes de motorrijder. Ja, de motorrijder, ik weet dat na 4 seconden de motorrijder 100 meter ver weg is. Althans, volgens de waarnemer. Nou, het is gewoon een rechte lijn, dus ik kan gewoon zo tekenen. Voor de trein
Ja, na 4 seconden is hij niet 100 meter ver weg, maar 80 meter ver weg. Oftewel, die lijn die loopt zo. En je ziet dus dat in dit geval een steilere lijn juist betekent dat de snelheid kleiner is. Dit is allemaal vanuit de waarnemer die stilstaat. Maar stel je voor, ik heb een nieuwe waarnemer. En die staat niet stil naast de trein, maar die staat stil op de trein. Ja, dus hij beweegt ten opzichte van de trein niet. De waarnemer ziet hem natuurlijk wel bewegen. En die waarnemer die kijkt naar de motor. Dan ziet hij de motor wel wegrijden, maar niet echt supersnel. Nou, ook hier kunnen we natuurlijk even een kolommetje bijmaken. En hey, waar is mijn conducteur? Ah, gelukkig, hij is er nog. En de conducteur die gaat dus nu dat extra kolommetje invullen zoals hij de motorrijder ziet. Daar gaan we weer. En je ziet dus nu, de motorrijder heeft ten opzichte van een trein maar 5 meter per seconde over. Dus vandaar dat de motorrijder slechts met stapjes van 5 omhoog gaat. Je ziet, het is afhankelijk de plek van de motorrijder, ja, is afhankelijk van waar is de waarnemer. Welk referentiestelsel gebruik je? Ja, van een waarnemer die stilstaat, dan krijg je dus deze plek voor de motorrijder, maar de plaats, hè, vanwege de conducteur zijn referentiestelsel is heel anders. Ja, plaats is relatief. We gaan even naar die referentiestelsels toe. Eerst die van de stilstaande waarnemer. Zo, die zetten we daar neer. En daaronder komt het referentiestelsel van de conducteur. Hoppakee. Goed, de stilstaande waarnemer die zal na 4 seconden waarnemen dat de motor op een plek van 100 meter staat. Maar de conducteur in zijn referentiestelsel ziet na 4 seconden dat de motor slechts 20 meter ver weg is. Voor de tijd maakt het niks uit. Nou, het referentiestelsel van de een en de ander is precies gelijk. Maar voor de plaats, ja, dat is 80 meter verschil. En hoe kom je nou op die 80 meter? Nou, dat heeft te maken natuurlijk met de snelheid van de conducteur. Ja, die is 20 meter per seconde. Ja, en dan zie je dus van, hey, 20 meter per seconde, 4 secondes, dat is precies die 80 die van je 100 meter afgaat. Ja, dus je ziet hoe je van 100 naar de 20 gaat. Ja, of in een formule wordt het deze. Nou, hoe zie je dat in het ruimtetijdsdiagram? Nou, dat is precies die afstand. Ja, die afstand tussen die twee dingen, dat is precies die 20. We noemen, als je van de een naar de ander gaat, op deze wijze, dat wordt de Galilei-transformatie genoemd. Nou, eventjes weer terug naar het ruimtetijdsdiagram. Die rode lijn, dat was dus de plek van de motor, zoals de waarnemer die ziet. Ja, en die groene lijn, dat is de plek van de trein, zoals de waarnemer die ziet. We kijken nu eerst even naar de stilstaande waarnemer. Ja, en die wil ik ook in dit ruimtetijdsdiagram plaatsen. Oftewel, hoe ziet de grafiek of de lijn eruit? Ja, die de beweging van die waarnemer beschrijft. Ja, en dan zoals de waarnemer dit zelf ziet. Mooi gezegd, in het referentiestelsel van een waarnemer. Hoe ziet die eruit? Nou, misschien zie je het meteen wel, maar we gaan eventjes een tabelletje maken. Nou, tijd weer van 0 tot 4. En natuurlijk, op TS0 is de waarnemer natuurlijk ook in TS0. Maar die waarnemer blijft staan. Dus na 1 seconde, ja, is hij nog steeds op plek 0. En de 2 seconden natuurlijk ook, et cetera, et cetera. Oftewel, als je dit in dat ruimtetijdsdiagram gaat tekenen, ja, dan krijg je gewoon de TS. Ja? Want de plek blijft constant 0. Dus betekent dus dat hij constant op 0 blijft. En ja, overal hier is de plek 0. Ja, dus de T-as, deze verticale as, dat is in feite de, tussen aanhalingstekens, beweging van de waarnemer. Nu de conducteur, de andere waarnemer. Ja, hoe ziet die lijn eruit zoals de conducteur beschrijft? Kijk, de conducteur staat op de trein, dus die heb ik in feite al natuurlijk getekend, want dit is de lijn van de conducteur, maar dit is zoals de waarnemer deze ziet. Maar nu eventjes,
Hoe ziet die lijn eruit? Ja, zoals de conducteur dit ziet. Nou, hè, of mooi gezegd natuurlijk hier ook weer in het referentiestelsel van de conducteur. Laten we hier ook even een tabelletje maken. En je ziet, ik heb even een apostrofje staan bij die x. Hè, want dat apostrofje betekent dus van, let op, hè, ik wil het vanuit het referentiestelsel van een conducteur bekijken. Nou, op t is 0, ja, ziet de conducteur voor zichzelf natuurlijk dat hij in 0 staat. Maar na 1 seconde, ja, de waarnemer ziet misschien dat de conducteur 20 meter vooruit gaat, maar de conducteur staat met de voeten stevig op de trein. Die verandert niet van plek. Dus de conducteur zegt, leuk en aardig, maar ik sta nog steeds op dezelfde plek waar ik begonnen ben. Ja, en na 2 seconden dus ook. Ja, want de conducteur, ja, die beweegt niet. Dus na 2 seconden, na 3 seconden, et cetera, et cetera. Oftewel, je ziet dus dat voor een waarnemer zelf blijft hij altijd op dezelfde plek staan. Oftewel, die groene lijn die ik nu heb getekend, ja, dat dus de waarnemer, de conducteur is, zoals een waarnemer ziet, dat is eigenlijk de tijdsas voor de conducteur zelf. Ja, de conducteur zelf, nou, zal dus zichzelf altijd op nul zien en dat is de tijdsas. We doen even een paar oefeningen met het ruimtetijdsdiagram. Ja, hier heb je het ruitjespapier, verticaal de tijdsas, in secondes, horizontaal de plaats en niet in meters. Maar we noemen het vaak, hè, relativiteit heeft toch te maken met grote snelheden in de buurt van de lichtsnelheid. Vandaar dat we voor de plaats niet meters gebruiken, maar de zogenaamde lichtseconde. Ja, 1 lichtseconde, hè, denk aan het lichtjaar, maar 1 lichtseconde is dus de afstand wat het licht in 1 seconde aflegt. Goed, ook even een paar getalletjes bij. En we gaan even een paar dingen bekijken. Allereerst, stel je voor, hè, een waarnemer staat op tijdstip 0, precies op plaats x is 0. 0 lichtseconde in dit geval. Ja, nou, allereerst, welke lijn geeft een deeltje weer wat met de lichtsnelheid de waarnemer verlaat? Dus hè, denk aan een trein hè, en die gaat met de lichtsnelheid vertrekken. Ja, hoe ziet die lijn eruit? Ja, denk even na. Nou, hè, op t is 0 is hij natuurlijk 0, maar na 1 seconde is hij 1 lichtseconde verder. Na 2 seconden is hij 2 verder en zo gaat het door. En je ziet dus dat als je het ruimtetijdsdiagram zo tekent, dus dat beide assen dezelfde verhouding hebben, dan krijg je dus dat de lijn die bij lichtsnelheid hoort, is precies de diagonaal. Goed. 2. Een raket, ja, die heeft een lichtsnelheid van 0,25 c. Dat betekent dus een snelheid van een kwart van de lichtsnelheid. Hoe ziet de lijn van die grafiek eruit? Nou, hij begint weer bij 0,0, maar na 4 seconden heeft hij dus nu 1 lichtseconde afgelegd. Hè, want de snelheid is een kwart lichtseconde. En zelfs natuurlijk na 8 seconden heeft hij 2 lichtsecondes afgelegd. Oftewel, dat is weer een rechte lijn. He, maar je ziet dus minder snelheid betekent dat hij steiler is. Vervolgens, ja, stel je voor, op 8 seconden ja, heb je planetoïde. Ja, en die zit op een afstand van 5 lichtseconden van de waarnemer. Ja, waar is die planeet in het ruimtetijddiagram? Nou, de 8 seconden, ja, afstand 5 lichtseconden, dat is dus op die plek. Ten slotte, geef in het ruimtetijdsdiagram de afstand tussen raket en planetoïde waar op t is 8 seconden. Nou, dat is dus in feite een Galilei-transformatie. Dat is dus deze afstand. En dat noemen we dan weer x-accent. Denk aan weer aan die conducteur met de motor. Relativiteit is leuk natuurlijk, maar je kunt ook overdrijven. Hè? Want stel je voor je wordt aangehouden, dan moet je niet denken van dat je hiermee wegkomt.
Maar hoe je hier wel wegkomt, is gewoon stoppen, want dit is het einde van deze presentatie. Bedankt voor het aanhoren en wellicht een tot ziens, tot horens.